本人なぞかたし Zomer 93 Veronica Goes Asia Dit is een overzicht van de Nederlandse top 40 van zaterdag 14 augustus 1993. 29e jaargang, aflevering 32, met vandaag 9 ex-Radio 3 megahits. We hadden 8 Nederlandse producties, waarvan 4 Nederlandstalig, 12 stippen, waarvan er 4 superstip waren en 5 nieuwe binnenkomers. En de eerste trof waren op nummer 38, Kim Wilde. Shake, shake, shake the room van DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. Ze kwamen voor de eerste keer binnen op nummer 35. En ook nieuw op 32, Gloria Estefan. Van ACDC kwam nieuw binnen op nummer 30. En dan de hoogste nieuwe binnenkomer, oftewel de klapper. Van de week. En die komt binnen op nummer 29. Een oude Radio 3 megahit. Macarena van Los Del Rio. Macarena, Macarena, Macarena. Que te gusta los veranos de Marbella. Macarena, Macarena, Macarena. Que te gusta la movida guerrillera. Nummer 18. Opvolgend voor What Is Love Heet Live. Hathaway stijgt daarmee met een superstip van 29 naar nummer 18. En het gaat ook erg goed met Ronald, want hij stijgt naar nummer 17. Hij is een transseksueel. Hij werkt in een bordeel. Ja, het is buiten kijf. Hij is een ongebouwd weg. Nummer 12. Vorige week stond ze nog op 22 en deze week stijgt ze met een superstip naar nummer 12. Janet Jackson en If. En van de ene Jackson gaan we naar de andere Jackson, want Michael staat deze week op nummer 3. Voornaam Blunt en hey, what's up? Dit was hem, de top 40 van 14 augustus 1993. Dankjewel Peter Vuister, Leon van Loon, Jan Hogestein, Henk Fres, Ben Liebrand. En mijn naam is Gijs Staverman. En ik kan je vertellen dat straks een waanzinnig uur volgt van Jeroen van Inkel met Rinkel de Kinkel. Bye bye. Coca-Cola sponsort de Nederlandse top 40. Want Coke is always the music.